Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel die vaardigheden leert en weet waar je mee te maken hebt als je voor jezelf wilt beginnen. Voor de 12e keer wordt het project Zomerondernemer georganiseerd, dit jaar op het Honigterrein bij de Smeltkroes. Het is vooral bedoeld om jongeren ondernemender te maken. Volgens trainer Kees van Diemen is het belangrijk dat jongeren hier ook les in krijgen. In het schoolsysteem wordt ondernemerschap heeft niet zoveel aandacht. Terwijl inmiddels ongeveer een vierde van de Nederlanders een flexbaan heeft, een tijdelijke baan heeft of ZZP'er is of ondernemer is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel die vaardigheden leert en weet waar je mee te maken hebt als je voor jezelf wilt beginnen. Waarom vind ik het belangrijk dat ze het leren? Dat is in ieder geval omdat de toekomst ook vaak veel van jou eist. Hè? Ook voor een baan in loondienst, een baan van 9 tot 5, een baan van 40 jaar bij de overheid of bij AXO of waar dan ook, dat bestaat niet meer. En jongeren willen dat ook helemaal niet meer. Vaak als ze 3 tot 5 jaar bij een werkgever zitten, dan willen ze wel weer veranderen. Dus het is goed dat je die vaardigheden aanleert, hè, het ondernemerschap. En wat mis je op school? Dat toch heel veel aangedragen wordt. En wat mis je op de universiteit? Dat je met 300 man in een collegezaal zit en dat iemand daar heel ver weg een verhaaltje vertelt met een PowerPoint-presentatie. Ik heb me aangemeld voor Zomerondernemer omdat ik deze vakantie veel tijd vrij had. En ik miste eigenlijk in Nijmegen heel erg het initiatief wat ik nu ga opzetten. En voor het ondernemen wilde ik graag wat begeleiding hebben of ik wist gewoon niet zo goed hoe ik eruit moest komen. En dat vind ik hier bij Zomerondernemer wel heel erg, die ondersteuning. Ik was al langer bezig dat ik denk van ik wil wel iets beginnen. En nou kwam het zo voorbij van we kunnen ook een beetje leidraad hebben van waar dat je wil beginnen, hoe dat je moet beginnen. Ja, mijn plan is om in Nijmegen een regionale, biologische, verpakkingsvrije supermarkt te maken. Dus het wordt eigenlijk een concept waarbij je een tab krijgt waar de producten in zitten en daarmee kun je zelf je eigen verpakking vullen. Mijn plan is om wat kleinschalige akkerbouw te gaan doen, in combinatie met fruit en volle grondsgroenten. Zodat ik dat eigenlijk lokaal kan afzetten. Hiervoor zoek ik eigenlijk nog wel een stukje grond. Dus mocht iemand die kijkt een stukje beschikbaar willen stellen, dan zou dat wel fijn zijn. Toekomstige ondernemers moeten volgens Van Diemen wel rekening houden met 3 belangrijke zaken. Ik noem hetzelfde 3 M's. Hè. De 1 is de mens, dat is de ondernemer. Ben je wel ondernemer? Hè? Verwacht je van jezelf dat je ondernemend genoeg bent? En dan heel belangrijk, is er een markt voor jouw idee? Dus doe een klein marktonderzoekje. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk. Op internet kan je gewoon enquête uitzetten. Kijk eens of er ook behoefte is aan jouw idee. En als laatste, toch ook even een financieel plannetje maken. Van, is het allemaal financieel haalbaar? Ga je er iets aan overhouden? Of misschien is jouw doel wel, maatschappelijk wil ik iets betekenen. Dat is mijn toegevoegde waarde. Ook prima. Maar dan weet je wel waar je mee bezig bent.